Hoe kan iedereen deelnemen aan de energietransitie? En hoe kan dat ook met zonnepanelen als je geen dak hebt? En hoe kun je de solderingsregeling omzeilen? Dat soort tips en tricks, en hoe dat kan ga je ontdekken in deze aflevering. Ja, Nick en Thijs. Klopt niet helemaal. Tegenover ons zit Sven Pluut. En naast mij zit, wegen succes van vorige week, onze inbox-fanwil ontplofte. <laughs> Jouke. Wederom. Welkom Hello. weer. Dank je, dank je. Heb jij een zonnepanelen op je dak? Nee, nee. heb jij een dak? Um, ja, ik uh, woon in een bovenwoning van een appartementencomplex. Ja. Ah, dus jij moet hevige discussies met de andere bewoners en met de eigenaar aangaan om daar zonnepanelen te plaatsen? Nou ja, in, zelfs in mijn huurcontract staat dat als ik die plaats, dat ik, uh, als ik wegga, dat ze dan niet meer van mij zijn. En ik heb ook even een stukje huiswerk gedaan. Oh. Want uh, namelijk vier op de tien woningen in Nederland, uh, dat, dat zijn huurwoningen... Yeah. Dus jij, jij gooit net al heel veel vragen erin. En ik hoop eigenlijk toch eigenlijk te weten te komen. voor die vier op die tien mensen in Nederland. hoe kunnen huurwoningen eigenlijk ook een steentje bijdragen. aan het verduurzamen van Nederland? En ik, ik vlieg een beetje. val bijna van mijn stoel hier. in jouw huurcontract staat. vanuit jou ook. als je zonnepanelen plaatst. eenmaal top. doen we niet moeilijk over. Hè? zo zijn we. liefde en licht. plaats die zonnepanelen. Maar als jij dan ooit weggaat. moet je ze laten liggen. Ja. Ja, de, 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 ja kan democratisch. Heb. Heb ja, ja, precies. Nee. Ja, ik snap die huurbaas. Ik zou ook wel dat soort regels ja, willen opstellen. Uh, maar ja. Ja, ik heb ook voor voorgetekend. Uh, ja, nou, de de woningnood is natuurlijk hoog. En het is een huurwoning. Dus ja, alles wat ik kon tekenen heb ik getekend. En uh, ja, daar was dit wel een voorwaarde voor. Ja, ja. Ja, en heb je in de kantlijn zo wat denk je zelf erbij geschreven in <tog> ja. het contract? Maar goed. Ik heb ook even gegoogeld: twee of drie Nederlanders hebben geen flauw benul van hun energieverbruik. En dan denk je dat het nu super actueel is of je nou een duurzaam hart hebt of niet. Want het raakt gewoon kaartje, portemonnee. Maar dit is een onderzoek van Zonneplan uit duizend Nederlanders. Nou, en blijkbaar hebben zij een hele, heel betrouwbaar onderzoek verricht onder die duizend uh, mensen. Want het verbruiksplafond hè, dat gaat natuurlijk naar de 1200 kub en de 2900 kilowattuur. En wat blijkt, uh, twee derde, dus zo'n 66% van de mensen heeft geen idee hoeveel uh, stroom ze verbruiken. En uh, 73% heeft zelfs geen idee wat voor hoeveel gas uh, hij of zij verbruikt. Dus mensen zitten er toch nog een beetje recalcitrant of zo uh, in. En uh, ja, Zonneplan komt niet later om een beetje promo voor zichzelf te maken. In hetzelfde artikel zeggen ze dus: Nou, en via onze app kan dat heel makkelijk. Maar uh, <laughs> je kan ook gewoon je jaarrekening van vorig jaar erbij pakken. En dan zie je dus meteen: van nou ja, zit mijn gasverbruik? Dat is natuurlijk toch wel uh, eentje die heel erg in de kikt, zeker met de koude winters. Zit hij dus onder of boven die 1200 kub. Dat is dus uh, opmerkelijk. Uh, nou, deze mensen wonen misschien in een koophuis, misschien in een huurhuis. Uh, moeten die gewoon allemaal uh, zonnepanelen aan gaan schaffen, is mijn eerste vraag aan jou. Nou ja, moet niks, maar ik zou het wel doen. Want uh, met zonne-energie is gewoon uh, en geld te verdienen en uh, ja, de planeet te verduurzamen. Dus het is echt een win-win situatie. Ja, dus jij zegt, want we gaan het zo meteen hebben over uh, hoe ze dat nog op andere manieren kunnen doen. Maar stel, jij bent geen uh, huurder. Uh, je hebt een koophuis en je, je hebt, bent ook echt eigenaar van de bovenste verdieping van dat huis, want je kunt ook een koopappartement ja. ja. hebben, uh, dan, dan raad jij wel aan uh, plaats in eerste instantie die zonnepanelen op je dak. Ja, zonne-energie loont, financieel gezien, zeker met de huidige energieprijzen. Volgens mij is vorig jaar ook echt een explosie geweest. Uh, volgens mij groei van 30-40% aan consumenten die zonne-energie hebben geïnstalleerd thuis. Dus ja, het, het, het loont. Uh, met de kanttekening dat je dus wel ook, uh, er moet geen boom voor je huis staan. Als je gaat verhuizen, moet je nog wel een afspraak maken met de nieuwe kopers dat ja. die de waarde van die zonnepanelen overeind blijft. Dus, dus er zitten wel een paar uh, mits en maar aan, maar onderaan de streep is het, uh, is het hartstikke interessant om dat te doen. Absoluut. Ja. Ja. ja, dus ook met de solderingsregeling, zodadelijk dan ja moet je misschien een accu erbij gaan aanschaffen omdat ja. het anders gewoon voor de portemonnee niet meer aantrekkelijk is. Zeker. Ja, nou, er is in ieder geval duidelijkheid over hoe die nu gaat lopen. Dat is fijn. Uh, dus daar kun je dan ook weer rekening mee houden. En uh, wat dat betreft is het heel gezond denk ik dat we het stroomnet niet meer als een soort gratis batterij gebruiken, maar dat er ook een incentive komt om mensen nou, wat bewuster te laten zijn over niet alleen hun eigen verbruik, maar straks ook hun eigen opwek als iedereen met eigen zonnepanelen ja. gaat, gaat werken. Nou, dan gaan we een mooi opstapje maken naar jou, want jij luistert naar de naam Sven Pluut. Uh, behalve dat jij de briljante studie Technische Bedrijfskunde, <laughs> net als jou en ik, hebt afgerond. Uh, ben jij ook oprichter, founder, heet het dan mooi in het Engels, van Zonnepanelen Delen. Uh, en die kennis uh, heb je niet alleen uh, bij elkaar verzameld tijdens technische bedrijfskunde, maar ook bij jouw uh, loopbaan bij de Triodelsbank. En dan kom je daar eigenlijk achter dat er nog niet echt hele interessante financieringsplannen en bedrijven. En uh, oplossingen bestaan voor de duurzame sector. In wel geval de zonnepanelen, ja? de energietransitie sector. En daar ben je zelf uh, ingedoken. En onder andere gaan we dus komend half uurtje ontdekken hoe iedereen mee kan doen aan de energietransitie. En hoe ook de joukers van deze wereld met wurghuurcontracten... toch nog indirect kunnen investeren in zonnepanelen. Maar niet voordat we de vraag van de vorige gast, Diet Groothuis. Zij is auteur van het, boek, het uh, groene poetsboek. Het groene poetsboekje. Daar is zij auteur van. En uh, zij wist dat jij hier uh, deze week in de uitzending zou zitten. En ze zei eerst: Oeh, zonnepanelen, daar weet ik niks van af. En daarna zei ze: Ja, ik heb een goede vraag. Uh, hoe zit dat met uh, PFAS? Zit dat ook in de zonnepanelen waar uh, ja, Sven uh, indirect in investeert? Ja, dat, dat is me niet direct bekend. Maar wat ik me voor kan stellen is dat er een coating op, uh, op zonnepanelen zit... om het uh, vuil afstotend te, te houden. Uh, dat misschien in die coating dat er uh, PFAS in zit, dat, dat zou kunnen. Ik, ik heb echt geen idee, als ik heel eerlijk ben. Nee, nou ik de... heb er nog niet eerder van gehoord. Uh, maar uh, wat, wat denk ik in het verlengde daarvan wel relevant is... Uh, dat, dat komt ook wel een aantal keer terug. Uh, we leggen nu die panelen overal neer. Ja, wat zit daar allemaal precies in? En, en als, die, als die technologische levensduur klaar is, wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we die recyclen, et cetera? Dus... Ik vind het wel een mooie vraag om het in dat kader met welke gekke dingen, tussen aanhalingstekens, zit er allemaal in zonnepanelen uh, om te gaan. Want we gaan het zo meteen hebben over wat, wat jullie doen. Uh, um, houden jullie je daar ook mee bezig? Met dus ja, eigenlijk indirect door jullie financiering worden er zonnepanelen geplaatst. En ook dingen voor bijtjes gaan we het ook over hebben. Houden jullie daar mee bezig? Dan, waar komen die vandaan? Komen die uit China? Hoe zijn die geproduceerd? Uh, zijn ze enigszins circulair? Zit er PFAS in? Uh, bemoei je daar ook mee? Uh, tot op zekere hoogte. Uh, wat wij, we stellen een aantal voorwaarden, uh, technische voorwaarden aan projecten op onze website. Uh, een daarvan is dat ze aangesloten moeten zitten bij PV Cycle. Dat is, een, uh, dat is eigenlijk een keurmerk waar je als fabrikant op aansluit. En dan betaal je daar een bijdrage voor per verkocht paneel, zodat er in de toekomst ook een recycling systeem opgetuigd kan worden. Uh, dat is eigenlijk het enige in het kader van uh, nou ja, verlengde van die PFAS-vraag. Hoe, hoe gaan we daarmee om? En ten tweede ja, zien we dat er een steeds grotere druk is op de sector. Om daar kritisch naar te kijken. Uh, helaas is daar meteen mo moeilijkheid, omdat we voor het overgrote deel afhankelijk zijn van zonnepanelen uit, uh, uit China. We zijn ooit begonnen met geweldige technologie in Duitsland en Nederland hebben we ook nog scheuten solar gehad. Alleen we hebben niet de visie gehad om die uh, industrie hier te laten opbloeien. Dus, dus ja, we kunnen het is daar een beetje schipperen, denk ik. Uh, proberen om te sturen, maar aan de andere kant uh, ook daar pragmatisch mee omgaan, tot op zekere hoogte. Absoluut. En kun je de luisteraar kort, hopelijk in Jip en Janneke. Taal uitleggen zonnepanelen delen. Zonnepanelen delen.nl kun je meer informatie over jullie vinden. Wat doen jullie? Wat is het precies? Ja, met zonnepanelen delen maken wij het mogelijk dat iedereen kan profiteren van zonne-energie door te investeren in een zonne-energieproject daarin mee te delen, heel kort gezegd. Ben ik begonnen uit een persoonlijke noodzaak, omdat ik een appartementje had zonder eigen dak. Dus ik, ik kon ze niet eens neerleggen. Uh, maar ik wilde wel graag uh, zonne-energie opwekken. Uh, en toen leek het me heel logisch om dat samen met een grote groep mensen ergens op een dak neer te leggen. Uh, om vervolgens op die manier wel uh, dat te kunnen doen. Ik vond dat er veel mensen waren die zeiden: Oh, dat is een goed idee. Daar wil ik wel ook mee doen. Want uh, ik heb dat ook niet. Of dat is lekker makkelijk. Of ik heb niet ineens uh, 6000 euro liggen om al die panelen aan te schaffen. Maar dat kon ergens. Uh, dus dus, dus nou ja, dat was voor mij een teken van: hé, hey, dat is interessant. Daar zijn mensen die dat willen. Uh, dus dat ben ik samen met Matthijs Oliman zelf uh, gaan maken. Uh, en we hebben nu zo'n 10.000 ja, zonderdelers, noemen we ze. Die verspreid over zo'n 200 projecten allemaal een stukje zonnepaneel hebben. Uh, en, en daardoor kun je, ja, ook als je geen eigen dak hebt, uh, toch profiteren van zonneenergie. Hoe zit het voor jou, ook? Jij kan dus zonder. ja, Je hebt een eigen dak, maar je mag hem niet gebruiken. Kan je dus toch zonnepanelen kopen? Ja, ja, fantastisch. Ja, kan al vanaf 25 euro, dus je hoeft niet meteen je hele spaarbedrag erin te stoppen. Dat is ook nog eens prettig, ja. Ja, ja. En daarbij hebben wij echt expliciet, dat is misschien nog goed om te zeggen, gekozen voor een, voor een model wat, uh, ja, wat het meer maakt dan een financiële participatie. Dus als jij investeert in een project, kan je ervoor kiezen om het rendement wat Opgewekt wordt door die panelen in euro's op je bankrekening te krijgen, of we verrekenen het met je stroomkosten, dus dan werken we samen oh. met een aantal energieleveranciers, waaronder Green Choice vatten van het projecten meegedaan, maar ook Engie. En daardoor ja, wordt het echt een zonnepaneel op afstand. En, en hoe werkt het dan? Is het dan, uh, Jan, uit uh... Uit de raamstongsfeer, en die heeft dus niet die 6000 euro liggen en die wil toch zonnepanelen op zijn dak. En die gaat dan via jullie kijken of hij die, die 6000 euro kan financieren. En iedereen die meefinanciert, die krijgt ook een beetje van de upside. Ja, bijna. Het is, het is zo dat wij... de, de projecten waar mensen in kunnen participeren... zijn uh, zakelijke projecten, dus zijn grote projecten. Hè? Dus het is niet zo dat een consument... zijn dak kan delen met andere okay. consumenten. Uh, dat, dat bleek uitvoeringstechnisch... Uh, gewoon iets te ingewikkeld. Uh, maar bijvoorbeeld wel een, een grote, groot dak... of een, een grote zonneweide... Uh, van een paar duizend panelen. Daar kunnen mensen dan in kiezen van... nou ik wil een stukje uh, mee investeren... vanaf 25 euro uh, tot... Uh, mensen doen gemiddeld zo'n 5000 euro, zien we. Uh, en dan houden we bij hoeveel... Door dat park opgewekt? Hoeveel stroom is dat? Hoeveel stroom is dat dan naar Rato van jouw inleg? Dat kan je mooi bij ons inzichtelijk krijgen. En dat, daar hangen we dan de waarde aan van de, van de stroomprijs die er op de markt geldt. En dat krijg je uitgekeerd. Dus het is in die zin, werkt het ongeveer hetzelfde als dat je een paneel op je eigen dak hebt. Je stopt er geld in, het wekt iets op en het is iets waard, en daardoor krijg je weer geld terug. Dus je investeert in zekere zin in een specifiek park ook. Dus je kan, uh, je kan bewijzen van je eigen zonnepaneel uh, bezoeken. Ja, absoluut. We hebben ook wel eens open dagen uh, ja. en openingen van zonprojecten... waar mensen dan die hebben geïnvesteerd uh, uh, worden uitgenodigd... om dat echt te zien en te kijken of het echt bestaat. Wow. <laughs> uh, en het is inderdaad heel erg één op één. Dus in plaats van dat je in een groot fonds belegt... waarbij de managers van dat fonds dan kiezen welke projecten... staan de projecten allemaal individueel beschikbaar... en kan je heel specifiek zeggen ik wil nu zoveel euro in dat project... want dat is in de buurt of dat vind ik sympathiek... Uh, uh, dus, dus dat is uh, echt aan jezelf om te kiezen. Uh, en zo zien we dat mensen hele portfolio's maken van een stukje in dit project en een stukje in dat project. Uh, en zo uh, verduurzamen ze virtueel ook hun eigen energieverbruik. Ja, en dat is toch wel tof, want in het leven gaat het bijna altijd om beleving. Hè? Je wil in bepaalde beleving dat je het juiste doet en ja. de, de, dat soort dingen. En je kan natuurlijk ook via je de Giro-accountje kan je ook wat ik veel van ETF's of trackers of wat dan ook ja, kopen En alle ja. duurzame dingen. Tof en uh, hopelijk pak je ook wat rendement. Maar hoe veel leuker is het als naast jouw woonwijk of in de buurt van jouw woonwijk ergens zo'n zonnepanelenproject is en dat je gewoon zeker weet van: nou, maar ik heb een paar van die zonnepanelen daar gekocht. Ja, ja absoluut. Ja, hartstikke leuk. Uh, en dat is ook wat we echt bewust vanaf dag één hebben geprobeerd is om niet alleen maar een platte belegging te laten zijn. Maar mensen echt mee te nemen in die productie. van oké, okay, wat wek ik dan op en wanneer. En daar hebben we ook een specifieke app voor gebouwd. En uh, uh, daar hebben we destijds ook nog een prijs voor gewonnen. Een Design Award. Wow. Uh, ja, dat was wel heel tof. Uh, ik had nog nooit eerder een app gemaakt. maar uh, dat was echt leuk. om die visie zo uit te kunnen leggen. Ja, want we hadden het net al over die uh, supergezellige. zondagmiddag kringgesprek verjaardagen. <laughs> ja. Nou, dat is een andere podcast. om daar eens een keer over uh, los te gaan. want uh, zullen we daar gewoon mee stoppen met z'n allen. <laughs> maar goed, die zijn er nog. En, 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 en Jouke, die kan tot op de dag van vandaag niet meepraten. Want dan iedereen pakt zijn app erbij van Nuon of van Ascent... of van Greenchoice ja. of van wat dan ook... en die laat kijken, op dit moment werkt mijn zonnepanel dit, dit ja, op. Nee, dat is dan... voor mij niet. Dat jij een beetje zielig in een hoekje. Ja, ja. ga ik maar even koffie zetten of zo. <laughs> ja, precies. Maar nu kan jij dus ook met, met hun app. De app dat is een zonnepanelen... veel leuker verhaal. Ja, wel. Zeg je nee, jongens, ik heb ook voor 5000 euro zonnepanelen. En kan jou ook, ook gewoon laten zien ja. wat, wat dat ophekt. Ja, absoluut. Zeker. Dat, uh, dat vonden we heel belangrijk om, om mensen echt mee te nemen in die energietransitie. Uh, en we hebben ook gezien dat bijvoorbeeld mensen dan gaan kijken, van nou, nou, wek ik zoveel op. Dus om nog even in te haken op het nieuwsbericht. Dat mensen geen idee hebben wat hun energieverbruik is. Zonnepanelen zijn een heel mooi beginpunt om daar eens over na te gaan denken. Want als je hè, uh, zegt, nou, ik heb hier 1000 euro in geïnvesteerd. dan weet ik hoeveel stromen dat oplevert. Oh, dan ga je misschien toch eens kijken wat verbruik ik dan in totaal. en hoeveel zou ik dan moeten investeren. om al mijn stromen uit zonne-energie te laten komen. Uh, dus, dus we zien gewoon dat het een heel krachtig beginpunt is. voor mensen om zich steeds bewuster te laten zijn. van ja, wat verbruik ik nou? hoeveel heb ik nodig? en hoe zit dat nou precies? En uh, dat wilden we graag ook vangen in ons concept. Ja. En, uh... Dat we ook vragen. Net als bij gewone beleggingen, als het ware, tussen is schone beleggingen, heb je hier dus ook is een stukje risico. Dus je, ja. je, 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 afhankelijk van hoe goed het park functioneert en misschien ook of er veel onderhoud uh, gepleegd moet worden en hoe erg de zon schijnt en uh, energieprijzen, dus afhankelijk van heel wat variabelen, Maak je een paar procent of misschien wel meer dan een paar procent rendement? Of, ja, dat ja. klopt. Nee, we zijn in die zin uh, zijn ook een beleggingsonderneming. Dus we hebben een vergunning van de AVM staan onder toezicht van DNB. Dus net zoals de Giro en de consorten is dat, uh, ja, zijn, we echt, uh, zijn we in die categorie. En dan, uh, maar wij bieden gewoon fundamenteel andere beleggingsopties aan. Dat is uh, zonne-energieprojecten. Uh, en daar, uh, dat is niet uh, risicovrij. Uh, de rendementen die, wij, uh, die, die je ziet, die liggen tussen de 3,5 en 4,5 procent per jaar. Uh, dus die zijn bescheiden, maar uh, denk ik zeker in lijn met het risicoprofiel van die projecten. De uh, uh, zonne-energieprojecten ben je eigenlijk afhankelijk van. Wat is de waarde van de zonnestroom en hoeveel productie is er? Nou ja, bij die hoeveelheid productie kijken we in de voorselectie heel goed naar... Uh, wat zijn nou de installatiecontracten, welke garanties, welke technische criteria... Hoe kan je dat voorspellen? Daar zijn allemaal wiskundige modellen voor. Dus die voorspelling is eigenlijk nagenoeg altijd goed. Dus de hoeveelheid stroom, ja, dat weet je ongeveer. Wat het oplevert, daar hebben we in Nederland voor, uh, voor de zakelijke projecten de SDE-subsidie voor. Dus, dus daar, daardoor weet je ook vrij goed wat de minimale omzet is. De minimale waarde van die, van die stroom. Nou, de operationele kosten zijn ook goed in te schatten, inmiddels. Dus dus ja, er kan eigenlijk niet zo heel veel. Je hebt niet zo heel veel variabelen waar, waar het erg in mis kan gaan. Ja. Uh, maar ja, het, het kan natuurlijk altijd gebeuren. Er zou een ja, gekke hagelbui En de verzekering is niet op tijd verlengd, Ja, dan zou je bijvoorbeeld schadepost kunnen hebben. Dus, dus het is niet helemaal uh, vrij. Risico uh, hoort er nou helemaal bij, als ja. je rendement. Ja, dus als je hè, laten we even gemiddelde pakken, 4%. En nogmaals, dat is natuurlijk niet gegarandeerd, maar dat is tot nu toe blijkt dat in ja. de praktijk. Uh, stel je zegt: Ik kan wel 10.000 euro missen voor zo'n 15 jaar, dat is ongeveer ja. de doorlooptijd. Ja, klopt. Dan, uh, ja, dan, dan uh, ontvang je 400 euro per jaar rendement. Ja. Al dan niet verrekend met je energierekening. Ja, klopt. En dan uh, ben je op een duurzame manier je geld. Uh, ja. aan het verbeteren, uh, aan, aan het, het verbeteren, vermeerderen. Ja, ja uh, we zien, we zien dat veel mensen het voor hun kinderen doen. Hè. Dus in plaats van een spaarrekening te openen, investeren ze dan aan de zonnepanelen. Dat is ook een lange looptijd. Uh, dus dat is, dat is een mooie manier ook om uh, echt letterlijk en figuurlijk aan de duurzame toekomst van je kinderen ja, te werken. Het is toch een tof geboortecadeau Dan kan je, heb je ja, een mooie sweet 16, weet je wel. Als ja. je nu een kindje ja. op de aarde zet ja. en dan over 15 jaar dan komt het geld en het rendement eruit. Ja. Of in ieder geval het rendement komt elk jaar uit en dat zet je ook een spaarrekening. Ja. En, uh, Misschien uh, kan dan een elektrische scooter uh, van gekocht worden. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja, leuk. Ja, ja. Nee, ja. zeker. Nou, ja, klopt. Ja. Is het iets wat jij zou kunnen gaan doen, uh, Jouke? Dat je denkt, nou, hier voel ik wel wat voor. Ja, ja zeker. Ja, ik heb, uh, die 25 euro heb ik net op de bankrekening staan. Dus dat, <laughs> uh, dat moet zeker lukken. Uh, ja, nee, ik ben, ik ben heel enthousiast uh, hierover. Ja, ik denk dat ik uh, maar eens ga kijken of ik uh, in een leuk project bij mij in de buurt... Uh, kan gaan investeren, langs je gaan, fotootjes nemen, zodat ik op die kringverjaardag kan <laughs> ja. laten zien dat ja. ik echt die zonnepanelen heb. Dat ze misschien niet op mijn eigen dak liggen, maar ergens anders in een in een grasveld of op een dak. Ja, nee, nou ja, superleuk. Ja, ik denk dat jij echt heel ja, precies in de doelgroep past, die we hiermee kunnen helpen. Absoluut. Ja. En je kan dus het project uh, bezoeken. En het schijnt ook als je dan af en toe jouw zonnepaneel bezoekt en dat wat liefde geeft, dat het <laughs> meer opwekt, toch? Dat je. Wow. Nou, er zijn zelfs wasdagen. Dus er zijn sommige oh nee. projecten waar, je dan, wow. waar alle investeerders welkom zijn... om mee te helpen, om onkruid te wieden of de panelen te wassen. Ik bedoel, het verschilt heel erg per project. Eén project is heel actief bezig met de mensen die het hebben gefinancierd. Het andere is, is wat professioneel georganiseerd. Dus daar hoef je niks te doen. Uh, dus lijst, het is voor ieder wat wil, zeg yeah. maar. Uh, yeah. nou, de luisteraar weet natuurlijk nu ook supergoed hoe ze moeten schoonmaken. Dus dan uh, ja. komt het helemaal goed. Ja. Nou. En niet de agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken. Want dan gaat die coating los. Uh. Ja, precies. Nee, dit wordt helemaal netjes met soda en alles... Uh. Dat dat zo gemaakt. Uh, maar maar nou, ik vind het goed dat jij zegt, want jij zei van, nou, ik ga dan eventjes een mooi project uitzoeken. Kunnen mensen dus op zonnepnl.nl gewoon scrollen van, hey, is er een tof project bij mij in de buurt? Hoe... Ja, ik ja, uh, moet zeggen, we hebben, als projecten beschikbaar zijn, zijn ze vrij vaak al volgeschreven. Dus we zitten nu een beetje met, nou, we zoeken meer projecten dan dat we nu aan kunnen. Uh, dus wat, wat we zien is dat mensen hun interesse kenbaar maken en dan als een project beschikbaar is, dan, dan sturen wow. we ze een bericht dat ze mee kunnen doen. Dan kunnen ze het project bekijken en als dat wat is, dan kunnen ze daarin investeren? Dus het is niet zo dat er constant vier, vijf projecten beschikbaar zijn waar je uit kan kiezen. Ja. En zullen we het ook even hebben over de bloemetjes en de bijtjes? Dat mag altijd. Zonder dat dit een seksuele voorlichting-aflevering <laughs> wordt. Want nu denken mensen, Thijs, wat is dat voor een rare vraag? Wil jij hem beantwoorden? Of in ieder geval uh, wil je hem inkoppen? Wat, wat is de link tussen jullie, uh, ja, tussen wat jullie doen en de bloemetjes en de bijtjes? Ja, nee, dat, uh, dat zal ik zeker doen. Um, ja, er zijn. Wij financieren projecten die liggen op een dak uh, of die staan op een stuk grond. Uh, en wij vinden het belangrijk bij projecten die op een stuk grond zijn gerealiseerd. dat er uh, grond is schaars in Nederland. Dus dan moeten we ja, zoveel mogelijk zinvolle dingen met, die, met dat stuk grond doen. Hè. Meervoudig ruimtegebruik, hoe dat dan uh, in de sector heet. En een van de dingen die je kan doen. is uh, om eigenlijk de bijenpopulatie in Nederland te helpen. Daar uh, gaat niet zo goed mee. Uh, er zijn eigenlijk steeds minder plekken waar die beestjes lekker kunnen vertoeven. Uh, dus op een zonnepark uh, stimuleren wij het samen met, de, met onze uh, klanten. om enerzijds daar bijenhotels of die bijenkasten te zetten. en anderzijds uh, aan de randen van zo'n project speciale zaaimix te doen zodat er bloemen en planten zijn waar die bijen ook weer een plezier van hebben en op die manier de bijpopulatie ja te helpen te overleven letterlijk en figuurlijk ja. Dus dat is denk ik het bloemetjes en het bijtjesverhaal achter de zonnepanelen. Ja. Ja. Dat doen jullie dus alleen rondom die, die parken. Dus daaronder is, is daar geen mogelijkheid toe. Ja, die, die mix die wordt meestal in de flanken gestrooid. Daaronder is het, groeit het wel, maar dat is meestal gewoon grassen gas, die daar groeien. Er zijn ook experimenten om daar bepaalde kruiden te laten groeien. Bijvoorbeeld koriander. In Frankrijk heb je daar hele leuke voorbeelden van. Er zijn ook combinaties met Schapen, hè? dus dat gras moet dan weer gemaaid worden. En dat kan je dan mechanisch doen, of je kan dat lokaal doen met, met schapenhouder. Uh, dus, dus zo zijn er verschillende opties om dat terrein in te zetten. Ja, cool. ja. en wat is jouw of jullie missie hè? over vijf of tien jaar? Waar hoop je te staan? Welke impact hoop je te maken? Nou, ik hoop dat we iedereen hebben kunnen meenemen in de duurzame energietransitie. En we hebben nu uh, een paar miljoen zonnepanelen gefinancierd. Ja, ik hoop dat we minstens 100 miljoen zonnepanelen hebben kunnen realiseren. Ja. Uh, we moeten echt als de sodemieter anders met onze energievoorziening omgaan. We moeten minder afhankelijk worden van vuile, uh, vuile stroom. Ook minder afhankelijk worden van ja, landen die dat uh, opwekken... Die, uh, waar we niet zo uh, gezellig mee uh, door één deur kunnen. Uh, en zonne-energie is gewoon een prachtig middel om dat te doen. Ik bedoel, je zet het ergens neer, je legt het op het dak bij niemand die er last van heeft... Ja, wij willen echt zo snel mogelijk zoveel mogelijk van die projecten gefinancierd krijgen. Ja. Ja. En ga ik even advocaat van de duivel spelen, maar um, we horen toch vaak dat zonnepanelen, ja, dat wekt alleen stroom op gedurende de dag, niet s'nachts. Is daar nog ambitie voor om, om bijvoorbeeld uh, naast zonnepanelen delen, uh, windmolen delen uh, ook in door te gaan? Ja, leuk, we hebben dat ooit wel, ooit wel eens gedacht over. Ja, moeten we niet ook met wind meedoen bijvoorbeeld? Of zo. Dus heb je zonnepanelen en wind mee. Maar wij denken dat we uh, dit probleem op een andere manier... daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Uh, kijk, wij willen eigenlijk wereldkampioen zonnepanelenfinanciering worden in, uh, in Nederland. En hopelijk ook daarbuiten. Uh, dus we houden ons bij die zonne-energie. Maar wat je gaat zien is dat de, de, ja, de, eigenlijk het systeem van, van ons hele elektriciteitsnetwerk... dat gaat steeds min, meer intelligentie nodig hebben. Dus je moet weten wanneer wordt hoeveel opgewekt. En als je die data hebt van verschillende soorten bronnen... Ja, dan kan je daarop anticiperen. Dus dan kunnen mensen met een accu... die kunnen dat beschikbaar stellen, et cetera. Nou, dus waar wij denken dat er een... Ja, bijdrage is die we met zonnepanelen delen kunnen leveren... is om die gegevens van al die projecten beschikbaar te maken... zodat er beter geanticipeerd kan worden... op hoe we dat energienet moeten balanceren... en hoe we dat moeten inrichten. Dus in zekere zin zouden we daar bijvoorbeeld een hub voor kunnen worden... om wow. dat te kunnen doen. Ja, dus aangezien je nu al miljoenen zonnepanelen... hebben jullie al uh, ja. ingeïnvesteerd. Want ja. uh, onder jullie 22 projecten... heb je nu zo'n 100 miljoen euro geïnvesteerd. Ja. Ja. En je wil klimmen naar de 100 miljoen zonnepanelen... Ja. Uh, dus ik, vind, ik vind het mooi dat je dat zegt. En dan wil ik een advocaat van de duivel twee uh, vragen stellen. Jij ja. ja, dacht dat het een, een makkelijk interview was. Nee hoor, nee helemaal nee, niet. Het, het zou het niet maar leuk. Uh, zou het mooi zijn. Uh, zou het niet mooi zijn als jullie in positieve zin die machtspositie uh, uh, die jullie daarmee misschien hebben, om die meer in te zetten? Dat je dus uh, uh, meer gaat investeren en gaat kijken naar. Ja, we willen alleen investeren in je project. als je die zonnepanelen uit Nederland en Duitsland haalt. Onder bepaalde arbeidsomstandigheden. Met een bepaalde circulaire footprint. Ja. Uh, is dat iets waar jullie mee bezig zijn of willen zijn? Nou, als, als we die positie in de markt zouden kunnen hebben, dan, dan, dan zou ik dat zeker doen. Uh, ik denk ook dat we dat zeker uh, voor een deel al kunnen doen. Hè. Bijvoorbeeld op het gebied van de techniek zelf. Ja, dat is gewoon heel lastig, omdat dat zo'n grootschalig uh, spelletje is. Ja, daar kunnen we nu echt nog geen deuk in een pakje boter slaan. Zoveel, zoveel impact hebben we daar niet in. Maar als we gaan kijken naar welke projecten... die gebruik maken van het land in Nederland we accepteren... daar hebben we gewoon een hele duidelijk en een harde eis gesteld. Van. Dat kan alleen als je meervoudig ruimtegebruik doet. Bijvoorbeeld dat van die bijen. Oh, okay. Dus we gebruiken wel in die zin... Ja, of dat nou onze machtspositie is... maar dat is meer onze overtuiging... dat je dit alleen maar in Nederland kan laten groeien... op een goede, gezonde manier met betrekking tot ruimtegebruik. Ja, dat, dat vinden we... daar kunnen we iets mee en ja. daar, dat, dat werkt. Om nou te zeggen, ja, alleen maar panelen uit, uit Europa. Ja, dat, is, die, dat aanbod is er nu helaas gewoon nog niet. En daar, daarvoor kijk ik wel echt naar, uh, uh, ja, naar Europese wetgeving. Ik denk dat het goed is dat er. Ook het besef is gekomen dat we qua technologie en afhankelijkheid. niet alleen van stroom hebben, maar ook van spullen. Uh, bij, uh, van economieën waar we nou, misschien niet altijd vrienden mee blijven. Uh, dus als er een initiatief komt waar we op aan kunnen sluiten. om, om dat te onderstrepen, dan zullen we dat zeker ja. niet laten. Ja, ik noem nu Nederland-Duitsland als natuurlijk een middel, geen doel. Het ja. doel zou kunnen zijn dat het een, een duurzamer paneel is. zowel qua, qua mens als qua milieu. Ja. Oh, je hebt in um, Nederland een mooie voorbeeld, uh, Solarge. Die, uh, die maken echt circulaire panelen. Dat zijn panelen, die zijn volledig recyclebaar. En dus we zijn nu met hun in gesprek om te kijken van of we die projecten ook uh, kunnen ja. financieren. Ja. ja, dat zou mooi zijn dat je zegt, behalve uh, dat we wat, wat, wat voorwaarden hebben als het gaat om uh, de bijtjes en de diversiteit. Ja. Ja. Hebben we ook wat, uh, wat voorwaarden als het gaat om je zonnepanelen. Ja. Want ongetwijfeld of ze nu uit China of uit Duitsland komen... is er verschil tussen zonnepaneel A, B en C... als oh, het goed. gaat om de arbeidsomstandigheden... en dus de, ja. de, de materialen die erin zitten. Betrouwbaarheid, en de, uh, ja, garanties. Ja, dus, dus het is vooral... Uh, als we naar de, naar de panelen kijken... en naar de omvormers ook niet onbelangrijk. Ja. Dan, dan is het uh, eigenlijk afgelopen jaar... vooral gebaseerd op betrouwbaarheid. Zodat uh, ja, dat, dat rendement wat er geprognoseerd wordt... dat dat goed behaald kan worden. Ja. Uh, maar we zien daar wel een uh, verschuiving in plaatsvinden... dat ook andere factoren daarin meegenomen moeten worden. Ja. Nou. Nou, over kritische vragen gesproken, Jouke gaat jou onder spot zetten... Met deze douchezandloper 3 minuten 40 voor vijf vragen. Nou, dat is eigenlijk zijn we hartstikke lief. Heb je gewoon nog 40 seconden plus uh, per vraag zo'n beetje. Uh, deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door de duurzame adviseurs. Dus als jij uh, Sven een carrière switch wil en bedrijven wil uh, begeleiden bij hun duurzame beleid, dan kan je solliciteren bij de duurzame adviseurs. Of ben jij een bedrijf en denk je nou, wij kunnen wel een Jouke of een andere slimme knappe consultant gebruiken die ons gaat helpen bij verduurzaming. Check dan ook even de duurzame adviseurs. 3 minuten 40, tijd gaat in. Nu, hoe maak je jullie duurzaamheid leuk? Onder andere door uh, uh, mensen vanaf 25 euro al te kunnen laten deelnemen, zodat je het cadeau kan geven, heel inzichtelijk te maken wat er gebeurt uh, en bijvoorbeeld de opgewekte stroom ook te koppelen met, uh, met je energieleverancier, zodat je daar nog meer waarde uithaalt. Uh, we proberen het uh, op die manier zo interactief uh, mogelijk te laten zijn. Ja, leuk. En uh, hoe zou de wereld eruit zien als uh, iedereen gebruik zou maken van zonnepanelen delen? Een hele vrolijke wereld, denk ik. Uh, uh, nee, alle gekheid op een stokje. Ik, ik, ik denk dat we dan een wereld hebben waar we minder afhankelijk zijn van uh, landen, entiteiten die niet het beste voor hebben met de wereld. Zodat we uiteindelijk een vrediger en rustiger wereld kunnen hebben. Ik denk ook dat we daar een betere, uh, ja, dat we met, een, met minder minder footprint zullen hebben, dus dat er ook minder onrust zal zijn. Dus het is niet alleen leuker. Iedereen heeft het idee dat hij zelf stroom opwekt, maar ook uh, rustiger. Oké. Okay. En wat is jullie grootste uitdaging? Onze grootste uitdaging is het vinden van de juiste mensen... en het opschalen van het bedrijf. En wat doe je dan eerst en met wie doe je dat dan eerst? Uh, dat is een hele ingewikkelde puzzel. Want? Zonder panelen delen werkt niet echt lekker in Frankrijk... <laughs> als naam. Dus <laughs> hoe ga je dat dan doen? Ja. Uh, om maar eens een voorbeeld te geven. <laughs> en wat moet je dan eerst doen? Moet je eerst een andere naam? Of moet je eerst aan de slag in Frankrijk? En met wie ga je dat dan doen? Uh, dus het is echt kiezen welke stappen moeten we zetten om nog meer impact te kunnen maken. Want jullie hebben wel die ambitie om dus ook naar andere landen te gaan. Ja, praten. absoluut. Ja, de zonne-energiemarkt is overal. Nog steeds hard aan het groeien, en wij denken dat we daar ook een leuke bijdrage kunnen leveren. Enerzijds om die projecten sneller gerealiseerd te krijgen, en anderzijds om mensen meer te betrekken bij de duurzame energietransitie. Oké, okay. en hoe kan de luisteraar uh, jullie hierbij helpen? Dat kan op twee manieren. Dat kan enerzijds door zelf mee te doen in projecten op www.zonnepanelen.nl. En anderzijds, als ze we weten dat er een groot gebouw is of er is een installateur die is bezig met zonnepanelen, maar er is niet voldoende financiering voor beschikbaar, eh, om die er dan op te attenderen, dat wij ze kunnen helpen om die financiering wel beschikbaar te maken. Mm. Eh, dus, dus als je een groot gebouw hebt in je omgeving, ja, misschien kan je daar gewoon eens aanbellen van goh. Is jullie dak gebruikt? Nee. Ik kan zonnepanelen delen dan dat dak misschien gebruiken? En dan even naar jullie door. Uh, door ja, absoluut. Dan kunnen we kijken of we kunnen helpen om dat dak vol te krijgen. Ja. Ja. Oké. Okay. En als laatste vraag heb je dan: welke concrete tip heb jij voor de luisteraar? Een concrete tip. Ja, op welk vlak? Uh, nou, ik denk. Ik denk als je zelf zonnepanelen hebt, uh, door ze af en toe even schoon te maken. Het is uh, april is echt de topmaand, dus doe dat dan uh, voor, uh, voor april. Uh, dat is denk ik uh, een hele makkelijke. Uh, en als je nog geen zonnepanelen hebt, ja, ga eerst eens kijken naar je energieverbruik en ga eens nadenken over, oké, okay, hoeveel zonnepanelen zou ik dan nodig moeten hebben om zelfvoorzienend te zijn. Mm -hmm. uh, want ja, dat helpt denk ik al om na te gaan denken over hoe je huishouding eruit kan zien. Helemaal duidelijk. Mooi. En dan uh, zijn we weer rond. Want we begonnen natuurlijk met uh, twee of drie Nederlanders. Heeft geen flauw idee wat ze energieverbruik is. Dus begin daar eens mee. En dan weet je wat je nodig hebt om energie neutraal te worden. Absoluut. Ja. Ja, ik word er bijna emotioneel van. <laughs> <hijen> <hijen> Volgende week zit hier Davy van de Wetter, Water, Weter. Davy Zij is founder van The Lekker Company. En we gaan het vooral hebben over uh, duurzame cosmetica. Uh, wat heb jij allemaal in je badkamer staan, Sven? En kan dat niet wel duurzamer? Welke vraag mogen wij uh, namens jou aan haar stellen? Um, waar krijg jij energie van? Mm, mooi. Diep, <laughs> diep ook. Veelomvattend. Ja. Ben jij helemaal happy, jou? Of heb je nog een nabrander? Dan is dit uh, je kans? Nee, nee, al mijn vragen zijn beantwoord. Ik ga zo meteen eens even op die website uh, rondneuzen en kijken waar ik uh, mijn zonnepanelen kan gaan, uh, ja. kan gaan kopen, zeg maar. Ja. Dus nogmaals, zonnepanelendelen.nl. En ja, jullie hebben eigenlijk een luxe positie: dat je, je hebt genoeg mensen die zeggen: Ik heb geld, en je hebt gewoon een tekort aan, aan projecten. Ja, het blijft altijd een balans. Dus uh, in die zin uh, gaat het goed dat er ja, ja. zoveel animo is. Dat is heel fijn. Gek. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt dat je hier in de Duurzame Podcast uh, Graag aanwezig gedaan. wilde zijn. Ja. En uh, ik wil jou als luisteraar of kijker ook uh, heel erg bedanken. Uh, heb je een, uh, een mededeling, iets wat je met ons wilt delen? Dat vinden wij heel erg leuk, want anders uh, ja, zitten we hier altijd een beetje eenzaam in de studio. Dus uh, interactie met jou als luisteraar vinden we heel erg leuk. Mail ons op welkom at En als je dat nog niet hebt gedaan, subscribe op YouTube en abonneer ook op je favoriete podcast app. Zodat je elke dinsdag blij wordt met een gloednieuwe aflevering. Niet tijdens het draaien. Nee, duimpjes omhoog. Oh, duimpjes Je omhoog. Ja. Oh, ja. oh ja, thumbs up, <laughs> like, share, comment, al dat soort dingen. En uh, tot volgende week.